Goedendag, je kijkt naar het weerschanal van Weerplaza. We hebben nog steeds te maken met wisselvallig weer, het zal niemand ontgaan zijn en het is ook nog steeds koel. Cool. De temperatuur was de afgelopen 10 dagen zelfs het laagst in bijna 50 jaar tijd. Ja, het zijn trieste waarheden. Twee jaar geleden, 2012, was het gemiddeld 5 graden warmer elke dag in vergelijking met dit jaar. Als we kijken naar de Europese weerkaart, dan zien we een soort as van hoge druk lopen. Ongeveer hier en dan loopt hij zo. En daar ten zuiden van vinden we warm zomerweer. Het is niet altijd droog. Van de Balkanlanden vallen een paar buien, Alpen ook, maar in een groot deel is het wel droog en schijnt ook flink de zon. Bij ons is een lage drukgebied belangrijk. Dat ligt nu nog bij Schotland, komt heel langzaam dichterbij. En de bijbehorende regen trekt morgen in de loop van de dag over ons land. Dat zien we ook als ik de boel in beweging zet: het lage drukgebied komt via Schotland naar de Noordzee te trekken. En het regengebied bereikt morgen, eigenlijk al in de loop van de nacht, ons land. Het trekt dan morgen langzaam zuidoostwaarts weg. De regen bereikt Limburg waarschijnlijk pas in de avonduren. Zaterdag onstabiele lucht vanaf de Noordzee weer. En ook zondag hebben we een aanvoer van onstabiele lucht. En ook dan gaan er buien vallen. Voorlopig houden we dus de aanvoer van koude lucht. En de as met hoge luchtdruk komt wel iets dichterbij, maar bereidt ons niet echt. En ook volgende week lijkt dat amper te lukken. Temperaturen gaan wel iets omhoog, maar spectaculair kunnen we de stijging absoluut niet noemen. Voorlopig blijft het gewoon wisselvallig. Temperaturen vandaag waren ook niet spectaculair: 17 graden, 18 graden in de grootte van het land, op een enkele plek werd het 19, Eindhoven heeft uiteindelijk de 20 graden gehaald. Kijken we naar de temperaturen vanavond, dan dalen die tot rond 14 graden. Kan nog een enkel buitje vallen en de zon schijnt ook nog even. En verder neemt geleidelijk de wind weer toe, maar dat gebeurt vooral aan zee. Komende nacht staat er aan zee dan 6, dieper landinwaarts blijft de wind nog rustig, de bewolking neemt toe en in de loop van de nacht gaat het in Noord-Holland en op de westelijke waddeneilanden regenen. In de rest van het land blijven er nog opklaringen en blijft het ook droog. Ontstaat geen mist, daarvoor staat er te veel wind, minima liggen in het binnenland rond 8 graden. Morgenochtend is het dan grijs en nat in Noordwest-Nederland, temperaturen daarbij 14, 15 graden, zeer keel. De regen bereikt Limburg dus pas in de avonduren. Daar blijft het lang droog, schijnt ook van tijd tot tijd de zon en in Maastricht kan het misschien 20 graden worden. Uiteindelijk trekt de regen weg en dan krijgen we morgenavond vanuit het westen opklaringen, maar ook weer enkele buien. En die buien die houden we ook in het weekend. Vooral zaterdag is de atmosfeer zeer onstabiel en is de kans op onweer vrij groot. Stevige buien dus 16 tot 18 graden. Zondag neemt de buigheid iets af, schijnt de zon wat vaker en is de kans op onweer kleiner. En ook maandag moeten we rekening houden met buien en temperaturen van 18 graden. En pas dinsdag lijkt nu de temperatuur omhoog te gaan. Maar zoals je in deze grafiek al ziet, het is eigenlijk minimaal. Een hele kleine stijging daar. Dan komen we rond de 20 graden uit. 22 à 23 graden is normaal. Dat zit er echt niet in voorlopig. We moeten het hiermee doen. Ik wens u allen een uh, goede avond en uh, tot morgen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.